welkom bij een gloednieuwe uitzending van Born to be a Star. Mijn naam is Ashna en samen met Ajay en Vijay Rambali zijn we er weer vandaag bij Best Western Elegance, waar we een gesprek zullen hebben met een Surinaamse artiest. Een jonge artiest die ik ken, sinds ik hem ken, had hij haar, maar plotseling is hij een beetje malliger geworden en is hij ook helemaal kaal. Nou, wie hij is, dat zie je zelf. Kom maar mee met ons. Ryan, welkom. Zoals ik bij mijn aankondiging al zei, ik ken hem toen hij nog veel haar had. En plotseling zie ik jou gewoon helemaal kaal. Welkom in onze uitzending. Nou, dankjewel om hier te hebben. Dankjewel. Nou, Ryan, we gaan gelijk je aanvallen, als het ware. Je komt uit een gezin van? Ik kom uit een gezin van vier. En waarvan ik de tweede ben. Ik heb twee zusters. De ene is eigenlijk een pleegzus, maar is vanaf de geboorte met mijn moeder opgegroeid. Dus het is mijn zus. Dus ik heb twee zusters en één zusje. En één zusje, dus jij bent derde. En enig zoon nog erbij. Enigszins. Maar ja, hoe was het tussen al die vrouwen thuis, je vader? Maar jij bent de enige zoon, dat ben je extra verwend. Nou, dat verwend is een groot woord. Want de meisjes waren eerder verwend. Ik was niet echt zo verwend. Ik moest ook gewoon normaal werk doen. Vater, bezemen. Ja, precies. Ik kreeg pak slaag. Ik kreeg nooit pak slaag. Voor alles wat zij deden, kreeg ik. Dus jij was als het ware een zwarte schaap? Ik was dus letterlijk en figuurlijk. Ja. Want ze zijn allemaal ietsje blanker dan ze. Oh jee. Dus dat ook nog. Precies. Ay, waar ben je geboren, Ryan? Ik ben geboren in Paramaribo. Op 27 februari 1984. En mijn jeugd. Ik heb een zeer leuke jeugd gehad. Dus qua school en qua thuis ook. Ik ben opgegroeid in een familiebuurt, in een familieweg. Dus ik was altijd met mijn neven, mijn neefjes, mijn nichten, mijn nichtjes. Dus ik was altijd met familie. Altijd familie om je heen gehad. Ja, precies. En je schoolperiode? Was je echt een stukaboy of? Ik was op de lagere school als ik een stukaboy kon. En daarna is het gaan afwateren? Nou, niet afwateren, maar je weet toch, nou beginnen die kwaai streken en dat soort dingen. Wat zijn welke scholen bij allemaal? Ik zat op de Maria school, dat is de lagere school, de basisschool. En daarna, op de Milo, zat ik op de Monsignor Wilfink school. En als ik ga vragen, welke docent of leerkracht kan je nog heugen? Zo. Het zijn een heleboel. Oké, één fase kan je daaruit kiezen. De ene van wie ik echt een trauma heb overgehouden. Dat willen we wel weten. Oké, dat is, ik weet niet of ik die naam mag noemen, maar meneer Houtuin. Maar wat was er zo gebeurd dat je me zegt van, je hebt een trauma van overgehouden? Trauma. Of je hebt gespiekt, of je hebt een super kwaaie ding uitgehaald. Die meneer was gewoon een strenge meneer, hij was heel erg streng. Had je bubblegum in je mond, was het een probleem. Keek je even naar links, was het een probleem. Ja, dus hij was echt streng. Dus je krijgt als het ware nog steeds misschien nachtmerries van hem? Nee, geen nachtmerries, maar als ik denk aan de schooltijden, dan komt hij zeker op in mijn gedachten. Okay. Je zingt. Ja, is het al vanaf je jeugd, je jongere jaren? Kijk, muziek is ook een beetje familiair. Mijn ooms deden het. Mijn moeder zingt ook af en toe, dus zondags, mijn moeder had altijd luid muziek op en dan zong ik mee, we zongen allemaal met elkaar. En hadden we ook zo'n Brokko Blik band, ik weet niet of je dat kent, vroeger, als kleine jongen, met emmers, met balkies. Met blikken, botenblikken en zo. Ja, dus dat en zo. Maar je zei, het is een beetje uit de familie, je ooms. Mijn ooms, ja. Wie zijn mijn je ooms? Mijn ooms ze zijn nu woonachtig in Nederland. Ze hebben in bandjes als Pandero gespeeld. Mm-hmm. Mijn mama's dus. Mijn moeders. Je moeders kant. Dus. Ja, van mijn moeders kant. Ze hebben bandjes als Pandero gespeeld. The Rebels. Ik weet niet of je dat nog kent. Ja, ja. The Rebels. Met Jaloa. Ja, precies. Pandero heb ik ook gekend. Ja, dus in dat soort bandjes. Dus, Okay, dus je hebt het van je mama's geërfd? Ik denk dus het. Dus het is niet echt van de Abdul Aziz, maar een beetje van je moeders kant. Nou, qua Abdul Aziz ook. Want ik heb ook ooms die in bandjes zaten met Roy Ramadin, dat soort gasten. Oké, dus zo is het begonnen. En het is begonnen bij die Botroblik band van jullie. Ja, precies. Hoe was het toen? Was je toen al een zanger?
Ik was zanger en drummer. Toen was je zanger en drummer? Ja. Dus je kan nu ook gewoon instrumenten bespelen? Ik kan, ik help mezelf. Niet professioneel, maar ik kan een beetje van alles spelen. Is het een beetje van alles? Ja. Oké, dus je bent een beetje een allrounder. Ja, precies. Oké, we gaan terug naar die betrobleke band. En hoe is het dan toen gegaan? Hoe oud waren jullie toen? Letterlijk klein. Ja, 5, 6, 7 jaar. Die periode. En hoe oud was je eigenlijk toen je dan professioneel bent gaan beginnen? Professioneel? Nou, ik was 16. Toen had ik een vriend, de taxi reed. En ik reed met hem mee en hij had altijd luid muziek op en ik zong mee. En hij zei een dagje van, kom je voor langs op oefening. Ik had geen kaas van gegeten. Ik deed het gewoon op gevoelbasis. Waar was dat eigenlijk? Dus welke band? Dat was muziekformatie Desire. Dus je was toen 16 jaar. Ja. Een vriend heeft je meegenomen en daartoe. En toen? En ging ik op de eerste oefening. Van mij dus. En ik begon. Ze zeiden, wat kan je zingen? En toen, ik weet niet of je dat liedje kent. Zakken van Def Rhymes. Zak naar beneden. Ja. En zo begon ik met dat liedje en ze vonden het goed. Ze zeiden van, alleen een beetje duur. Die duur een beetje beter gaan beheersen. En zit het goed en zo zat ik in de band. En dus zo ben je begonnen? Zo ben ik begonnen. Bij Desire op je 16-jarige leeftijd. Ja. Maar je zegt, je hebt op oefening het liedje van Def Rhymes gezongen, Zak naar beneden. Ja. Dus dat wil zeggen dat je niet Hindoestaanstalig eerst was. Precies. Want op dit moment zing je gewoon van alles. Precies. Dat was niet Hindoestaans. Ja. En hoe lang heb je bij Desire gezeten? Ik zat in Desire voor 2 jaar. Mm-hmm. 2, 3 jaar. Ja. En was je daar begonnen met ook Hindoestaanse liedjes? Ook, ja. Daarna. Dus, maar jij bent uitsluitend Engelstalig, rap en chutney. Ja, precies. Heb je wel ooit een solo geprobeerd? Ik heb geprobeerd. En hoe was het? Klonk wel goed, maar je moet er gevoel, echt heel veel gevoel voor hebben. Precies. Heel veel gevoel voor hebben. En hoe is het verder gegaan na Desire voor jou? Na Desire, toen kreeg ik een aanbieding van de heer Changur. Dat is jouw vader. Uh-huh. En ja, hij heeft me benaderd. Hij heeft met me afgesproken. En toen heb ik stap ondernomen. Om naar daar te gaan. De juniors was dat toen. Uh-huh. En hoeveel jaar was je daar? In de juniors zat ik 5 jaar. 5 jaar. Ja. En toen ben je weer overgestapt? Toen ben ik overgestapt, ja. Veel overstappen. Ja. En toen ben ik overgestapt naar muziekformatie Stereo Nation. Mm-hmm. Ja. En hoeveel jaar was je daar? Want vandaar ben je weer weggegaan. In Stereo Nation zat ik 4 jaar. 3 jaar. Uh-huh. Bijna 4 jaar. En toen kreeg ik dan weer een aanbieding aan de heer Sami Kouchel, SS Promotions, en toen ging ik naar muziekformatie Extend. Waren inmiddels al? 4 jaar. 4 jaar, ja, dus dat probeerde ik even. Ik dacht tussen 3 en 4. Dus het is inmiddels al 4 jaar. 4 jaar. Is goed. En wat is je allemaal bijgebleven vanaf je 16, dat je begonnen bent bij Desire, Juniors, Stereo Nation, nu Extend. Is je laatste stop, neem ik aan. Het is mijn laatste stop. Of ga je nog meer overstappen? Nee, het is mijn laatste stop. Uh-huh. Bij Extend stopt het. Wat is je bijgebleven? Mijn bijgebleven, de leukste tijden waren voor mij. Ik heb dat de leukste tijden meegemaakt met de muziekformatie, de juniors. Moet ik wel eerlijk zijn. Qua buitenlandse tours, ik heb genoten. Ik ben met juniors op reis gegaan. 5 keer naar Nederland, in een jaar zelfs 2 keer. En dat waren echt de leukste tijden. We hadden goede verstandhoudingen met elkaar. En die groep zelf was een leuke groep. Een hele leuke groep. Oké, dat is wat je bijgebleven is van qua optredens en zo. Maar muzikaal, je zang. Muzikaal, je zang. Je hebt wel gezien dat je bent gaan verbeteren. Okay. Verbeteren in de zin van je zang. Je kwaliteit, ja, kijk, je stijl, etc. In Desire, ik had geen kaas van gegeten van een A of een B of een C-milieu. Ja, ik wist niet wat het duur was. En toen heb ik het daar een beetje aangeleerd. Maar toen ik die overstap deed naar de juniors, mag ik niet jokken, de heer Soerti Ramawat, die heeft me heel veel begeleid. En door hem kan je zeggen dat ik ook een beetje duur vast ben gaan zingen. Mm-hmm. En het was een hele goede begeleiding.
En je hebt ook x aantal CD's, natuurlijk met de bandjes. Op de Desire had je ook een CD met de Desire? Desire heb ik eentje. Eentje toch? Ja, ja, je had met de Desire dan toen met de rest van de bandjes ook, neem ik aan. Precies. Doen je sowieso drie. Stereo Nation ook? Ja, twee. En met Extens. Maar Ryan, wanneer kom je? Ja, eentje of twee? Eentje. Extens. Ja, met Extens heeft toch al twee series? Ja, maar ik zit er op eentje. Oh, je zit er op eentje? Oké, dan heb ik het gemist. Dus oké, je hebt dan genoeg x aantal series met de bandjes, met andere artiesten. Maar wanneer denk je dan gewoon eentje zelf van jou alleen, met de chutneys en zo? Want ene kan ik me wel heugen hoor. Toen ik je voor het eerst had gehoord, toen was het dat je meer chutneys van Fasil toen de tijd zong, toch Jack? Ja, klopt. En je stem, die kwam echt overeen met die vijand. Dat zeiden mensen. Ja, ja. Dus denk je dat je dan je eigen CD misschien gaat maken? Echt met chutneys van jou alleen en whatever, maar alleen van jou? Ik heb wel x aantal eigen nummers. Papier staan. Nou, ik heb merendeels Engels en Surinaams. Maar ik ben ook bezig, maar Hindustans is niet zo, niet dat ik Ghamandi ben of zo, maar Ghamandi, wat is het? Maar ik heb wel een aantal, x aantal Engelse en Surinaamse. Surinaamse. Dus binnenkort? Ja, heel binnenkort. Oké, okay, dus dan krijgen wij vooral als eerst een exemplaar van jou. Zeker weten, zeker weten. Nou, is goed. Maar Ryan, behalve je zang werk je ook? Want in Suriname kan je niet alleen van pokoe leven. Precies, dat is helemaal correct. En wat is jouw professional? Ik ben administrateur. Mm-hmm. Ik ben aangesloten bij de regionale gezondheidsdienst. Ik zit daar al 10 jaar nu. Mm-hmm. Dus ik verricht administratieve werkzaamheden daar. Oké, okay, dus op een poli. Op een poli dus. Ja. En welke poli dan moet voor weten? Ligt aan de Herenstraat. Ligt aan de Herenstraat. Ja. Maar hier kan... Oh, gewoon centrum. Centrum. Je wilt hem gewoon centraal ook houden. Ja. Ja. Dus Ryan is, heeft ook zijn serieuze kanten. Hij is een administratief medewerker, toch? Precies. Ik kan je wel zo noemen. Ja. Nou, maar Ryan, hoe is het met je professionele leven, behalve je professionele leven? Heb je natuurlijk ook een privéleven. Ryan is getrouwd, verloofd? Ik ben getrouwd. Je bent getrouwd? Getrouwd. Met, als we mogen weten? Consuela. Mevrouw Consuela, Cario Reggio. En ik ben al 4 jaar samen. We zijn al 4 jaar samen. En nog geen kleine Ryan? Oh, we zijn werkende daaraan. Dus je bent al alles werkende op dit moment? Ja, precies. We moeten voor werken toch? Ja, ja, ja. ik ben helemaal eens met je. Nou, maar Ryan, wat kan je ons nog meer vertellen? Omtrent jouw Ghana Bajana. Je zei je bent ook een beetje allround, je speelt ook een paar muziekinstrumenten. Ja, mijn favoriete instrument is gitaar. Gitaar? Ja. En drummen een beetje? Ja, drummen, sowieso. Maar ik was vergeten bij je te vertellen. Ik ben eigenlijk niet begonnen met muziekformatie, die saai. Oh, je was eerder begonnen? Ik was in een rockbandje. In een rockbandje? Ik zat in een rockbandje. Vertel daarover. Wasted, heette dat bandje. Mm-hmm. En... Maar dat heeft niet lang geduurd, het heeft een paar maandjes geduurd. En wat was je functie daar? Ik speelde gitaar en ik zong. En je zong? En ik zong. Maar toen kreeg je de periodes van secte gedoe. Oh ja. Ken je die periodes? Ja. En toen deden mijn ouders moeilijk. Van ja, je gaat in een rockband en het is niet netjes. En, secte gedoe. Zelfmoord en dat soort dingen. Ja, want op... Ja, toen precies, toen was het een raasje. Maar toen was het een raasje. Maar ik vond van het waren gewoon mensen die aandacht zochten, die dat soort dingen deden. Mm-hmm. Dus toen zat ik er een stop. En toen ging ik naar de design. Maar hoe lang? Hoeveel jaar of hoeveel maanden? Het duurde voor mij 6 maanden. Dat jullie er 6-7 maanden. We hadden een snelle repertoire in elkaar gezet. Hadden vrienden onderling? Ja, hadden we gigs in Leidseplein, ken je dat nog? Hier? Mm-hmm. Bobby's Place daarna. Ja. Het vak. We hadden daar een paar gigs. Dus het ging wel goed hoor. En op dit moment heb je, als ik me niet vergis, 1 of 2 echt populaire rockbandjes in Suriname. Ja, je hebt Apoplectic, om op te noemen bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Dus, maar denk je ook niet misschien een guest appearance? Dat kan. Ik
Kijk, muziek dien je niet te verleren. Muziek blijft je altijd bij. Muziek is iets dat je niet vergeet. Je hebt muziek nodig in je leven. Dus mocht het zijn dat het zit ook in me. Ik heb het gedaan. Dus mocht het zijn dat ze me uitnodigen, dan sta ik er open voor. En, maar heb je ook wel ooit eens misschien lessen gevolgd? Ik zat een tijdje op CCS, Volksmuziekschool. En daar heb ik, ik heb het niet lang voor gehouden. Waarvoor was je daar toen? Ik deed keyboard. Was het gitaar? Ik deed keyboard. Oh, je deed keyboard. Keyboard, basisinstrument. Keyboard, dat is belangrijk, ook voor je zang. Mm-hmm. En ik deed dat een jaartje, toen hield ik op. Zomaar? Ja. Dat was, het was een heel ander geval. Ik ging naar daar en je leert Doremi fa sol la ti do. En op een gegeven moment waren er een heleboel kleintjes. Ik zat tussen kleintjes. En op een gegeven moment was ik degene die les gaf aan ze. Want die meneer liep weg. Hij zei van Ryan, je hebt het al een beetje onder controle. Dus doe maar, leer ze maar een beetje. Dus op die manier. Dus op den duur dacht je van nee, dan ga ik liever thuis mijn eigen lesgeven draaien. No? Precies. Je kan heel veel leren van het internet. Mm-hmm. Dus daarmee ben ik nu een beetje bezig. Zelfstudie. Wat zijn je verdere plannen? Mijn verdere plannen? Qua muziek? Qua muziek, qua je werk, qua je gezin, qua je familie. Alles wat met Ryan te maken heeft. Zo. Oké, dan zal ik beginnen met mijn gezin. Ik heb een vrouw, ik wil kinderen. Mijn kinderen grootbrengen, natuurlijk een goede opvoeding geven. Als mijn moeder en mijn vader mij een goede opvoeding hebben gegeven. En ja, dan word je oud. En met muziek, dan je wordt ook ouder. Je kan het niet altijd doen, je kan het niet heel je leven doen. Je kan er ook niet van leven in Suriname. Nee, het is gewoon absoluut. Als hobby. Je kan een zakcentje verdienen ermee, begrijp je? Dan, en een beetje fun hebben. Precies, het is je hobby. Dus dan... ik denk dat ik het ook niet te lang meer ga doen. Dan zal ik mijn eigen dingen doen thuis. Klein studio, klein, heel klein. Ja, tegenwoordig heb je heel veel mensen die echt een studio aan het inrichten zijn thuis. Ja, maar het is gewoon voor mijn dus eigen bezigheid. Voor mijn eigen bezigheid. Dus jij gaat ook music producer worden binnenkort? Nou, misschien mijn eigen muziek. Je eigen muziek? Mijn eigen muziek. Als ik misschien populair word of... Ik mag ook een keertje bij je komen. Tuurlijk. Mag zeker. Dus, op dat moment, dus dat is je plan? Ja. Mm-hmm. En ja, dus qua muziek dan... Daar kan ik wel ervan uitgaan dat je al een beetje aan het experimenteren bent. Ja, ik kan al een beetje. Oké, verder? Verder, nou, ja, ik zei het al, je wordt oud. En je moet daar gaan settelen. Ik heb een huis, ik heb auto's. Dus mijn streven, ik heb niet veel meer. Om voor te streven. Ik wil een kind of kinderen, meervoud. En dat is het enige waar ik nog een beetje naartoe streef. Dus dan hebben we echt zo'n beetje alles van Ryan eruit gehaald. Of is er nog meer dat eruit moet, Ryan? Nou. Wat denk je dat je nog niet hebt verteld? Nog niet hebt verteld? Nou, ik denk dat zo'n beetje in een kort verhaaltje dat alles in zat. Dus dat was Ryan een beetje in het kort. Ryan zegt me, ik ben niks vergeten, maar ik dacht wel dat ik iets vergeten was. Ryan, wie zijn jouw idolen of wie is jouw idool? Nou, ik heb één grote idool. Hij is jammer genoeg Waylon. Dat is Michael Jackson. Ik wist het, dat je dat zou zeggen. Uh-huh. Ja, ik was een hele grote fan. En ik ben nog steeds een hele grote fan van hem. Mm-hmm. Als kleine jongen. Iedereen wilde dan een Game Boy of een Super Nintendo die tijd. Ik wilde een pakje van Michael Jackson met de handschoenen. Had je het? En heb je het gehad? Ik heb het gehad, ja. Met de hoedjes zo. Een tijdje droeg ik ook hoedjes, ik weet niet of je dat weet. Uh-huh. En ja, ik ben een hele grote fan van hem. En heb je dan die danspasjes van hem ook geoefend? Ik deed ze, ja. Ik kan ze nog steeds. Je kan ze nog? Ik kan ze nog steeds. Rijn. Maar ik ga ze niet voor de kamer. Want Ashna, ik weet waar je naartoe wil, dus nee. Maar het is leuk dat men het ook een beetje thuis zit. Dan moeten ze mijn live meemaken. Dan doe ik wel een danspasje. Maar dus nodig ik jullie uit om gewoon even live naar me te komen kijken. Maar toch. Kijk, je gaat ons echt een genoegen doen. No. Dan zing je zelf en dan doe je het. Ashna, hij wil het niet hoor, ik heb het geprobeerd, maar hij wil het niet. Dus nee, dan gaan we dat doen.
Met de eerstvolgende optreden van Extends ergens neers of zo. Dan, maar dan moet je het wel zeker doen, hè? Zeker. Is goed, ik stuur je een berichtje om je een reminder te geven. Oké, zeker. Cool. Nou, is goed. Marijn, thanks dat je er was in onze uitzending. En heb je nog een boodschap voor de opkomende artiesten? Een boodschap, zeker een boodschap. Ik zeg dan aan de opkomende artiesten, blijf altijd jezelf, dat is heel belangrijk. Loop niet naast je schoenen, want je hebt nu de dag heb je zangers die opkomen, ze zingen één liedje en ze denken dat ze een wereldartiest zijn. Dus ik, geen disrespect, ik respecteer jullie allemaal, maar blijf gewoon en wees jezelf. Dus dat is mijn boodschap. Nou, is goed. Thanks Ryan. Een hele wijze boodschap heeft hij ook doorgegeven. Dus ik wens je verder heel veel succes in je verdere carrière dat je nog hebt. Dat je zegt van dat je nog aan het afbouwen bent. Heb je het ook zelf gezegd? Is het zo? Ben je echt aan het afbouwen? Ja, ik ben aan het afbouwen. Oké, dus Ryan is een beetje aan het afbouwen. Dus laten we nog gewoon genieten van de tijden dat hij er nog is in de showbiz. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het willen kijken van onze uitzending van Born to Be a Star. Heb je vragen? Wil je misschien een artiest in onze uitzending zien? Dan mag je natuurlijk altijd bellen, sms'en naar 86-23-642. Check onze Facebook account Born to Be a Star. Like vooral onze page. En we hebben al een x-aantal uitzendingen die we op YouTube hebben gegooid. En ook op onze pagina te zien is. Dus als je het misschien gemist hebt, kan je hem altijd op onze Facebookpagina terugzien. Bedankt voor het willen kijken. Ik groet, mijn naam is Ashna. En samen met Ajay en Vijay hebben we weer genoegen gehad om onze programma te maken. Bedankt voor het willen kijken.